Vibele fobele vee, tover maar met me mee. Ik tover voor jou een prachtige dag, die nu begint met een stralende lach. Ze kan het! Welkom bij Op een Dag. Zo betoverd worden werkt natuurlijk heel aanstekelijk. Dat geldt trouwens ook voor Tom Koenen. Alleen zijn betovering kwam iets later, toen hij in de Efteling was met theatergezelschap Up With People. Zij toeren de hele wereld rond en op een vrije dag kwamen ze hier in het park terecht. We are in Tilburg, Netherlands right now. I want to explain what this is. This is Dutch money. Cool, what does the back look like? Are you ready? Yep. Wow. Wow. Hi, this is the surprise. We already had a wonderful time. We had the best beginning. And we just came in 5 minutes ago. We already left our butts off. Okay, here we go. Summer. What's the name of this roller coaster? Pico. Jij toerde dus met Up With People. Klopt. Ja, die naam heb ik vroeger wel heel vaak gezien. Mm-hmm. Wat is Up With People ook? Up With People is een internationale jongerenorganisatie die al 50 jaar de wereld rondreist met internationale groepen jongeren, 150 per groep. In 1989 hebben ze hier in de Efteling ook het zomerentertainment verzorgd. Op de bodem van het zwembad hadden ze een tent overheen gebouwd en daar trad Up With People op 6 weken. En wat voor show was dat dan? Het is een internationaal muziek- en dansspektakel, dus je hoeft niet te kunnen zingen en dansen om bij het gezelschap te mogen. Dat zoeken ze daaruit, wie kan zingen en dansen. En voor een heel leerzaam jaar. Maar er was dus een moment, jullie waren aan het toeren met Up With People. Ja. En toen kwam je hier terecht. Ja, kwam je hier optreden? Of? Nee. Onze tour begon in Zweden, toen Denemarken, toen België. En in België hadden we eindelijk weer eens een dag vrij na heel veel tijd. Dus ik ben met een man of 7, 8 uit Mexico, Amerika, Zuid-Afrika, Denemarken, zijn we naartoe gegaan. En toevallig was de cameraman, of althans de jongen die dat deed, die was bij ons. En die begon gelijk te filmen toen we het park inliepen. En daar kwamen we 2 clowns tegen, een mannelijke en een vrouwelijke clown. En die begonnen met elkaar een beetje te dollen, een beetje gek te doen. Ik moet niet zo heel veel voor clowns hebben, dus ik heb van een afstandje staan kijken. Dat vind ik allemaal prima, ik wil er niet bij betrokken worden. En ik heb 4,5, 5 jaar bij Up With People gezeten. En toen ben ik naar huis gekomen, 5 jaar later. Een dag of 10 daarna ben ik uitgegaan, heb ik een leuke kerel ontmoet. En we raakten aan de praat, zij gaan daten. En in de gesprek die we hadden, kwam op een gegeven moment, wat doe jij? En ik heb op de Efteling gewerkt, wat heb je al gedaan? Ja, entertainment. En ik moest de mensen verwelkomen bij de poort als ze dan binnenkwamen. Ik denk, wacht even. Dat meen je niet. Ik heb mijn dia's erbij gepakt en inderdaad op een van de dia's staan dus 2 clowns, waarvan hij dus de ene is. Dus ik heb gelijk de video erbij gepakt. En ja, dat was hij. Dus ja, ik heb 5 jaar daarvoor heb ik naar mijn toekomstige echtgenoot staan kijken. Maar dan hebben we het dus de hele tijd over die clown van jou, die een grote rol in je leven is gaan spelen. Ja. Die staat gewoon al de hele tijd op de afstand. Kom er even bij. Hi, Martin. Ik ben Jelle. Hi. Jij werkt dus in die tijd hier in het park. Klopt. Ja. Als je uit Kaatshoek komt, dan werk je ook in de Efteling. Ja. Ja, mijn vader werkt op de Efteling en dan betekent dat heel de familie op de Efteling werkt. Ja. Ja. En daar gebeurde dus iets. Daar gebeurde het. Nog steeds, ja. Is hij een clown nog steeds? Weet je niet. Ook af en toe kan ik hem achter de bank plakken, maar dan is hij nog steeds clown in mijn leven. Hoe lang zijn jullie inmiddels samen? 19 jaar. Ja. 19 jaar? Ja, van 18 getrouwd. Dus, jullie zijn ook nog getrouwd? Ja, ook nog. Fantastisch. Ja, even de ringen even erbij? Nee, die hebben we niet. Oh nee? Bewust? Wij hebben de ringen niet voor nodig. Nee. Ja. Je hebt ze gewoon allebei in je oor gehad. Zoiets, ja. Ja. Duim omhoog, duim omhoog. Make me behave that way. Oh, kijk nou toch. Hé, wat sta je er goed op, man. Gewonnen met hockey. Ja, dat is toch gaaf? Gefeliciteerd. Jij ook, hoppakee. Mag ik erbij zitten? Ja, mag erbij zitten. Ach, gelukkig. Kom maar. Het ziet er zo relaxed uit. Is dat zo? Ja.
Ja, je zit hier zo een beetje gewoon lekker te zitten. Het is te relaxed hier, of niet? Zit je nou te wachten op de rest? Ja, mijn vrouw en mijn dochter. Waar zijn die in? In dat Villa Volta. Daar wil je niet in. Daar ga ik niet in. Nee? Er zijn twee dingen waar ik niet in ga. Villa Volta in? En het schip. Oh ja, nee, dat snap ik. Daar heb ik ook helemaal niks mee. Echt. Maar wachten heb ik eigenlijk ook niks mee. Maar stel jongen, we zitten heerlijk in het zonnetje. Dan zit je hier een kwartiertje, nou. Zo lekker. Waar kom je vandaan? Apeldoorn. Oh, nou, en hoe oud ben je als vragen mag? Ik ben 47. Jij bent ook ietsje jonger, denk ik nog, of niet? Ja, ik ben 5 op 6. Hoeveel? 36. Broekie. Ja? Ja, 47, 36. Oh. Ja. Als, zou je terug willen naar die tijd? Zo, echt naar mijn tijd? Nou ja, weet je, er zijn een heleboel dingen die ik nu wel heb die ik dan zou missen. Ja, ik zou wel een keertje terug willen. Maar, wat zou je, als je nu 3 leeftijden mocht kiezen, waar naar je terug zou willen? Waar beginnen we dan? Had ik het overnieuw zou moeten doen? Nee, gewoon dat je denkt, ik mag nog eens 1 dagje kijken op die dag dat ik toen... Bij welke leeftijd beginnen we? Ik denk rond mijn 20ste. Waarom? Nog een keer opnieuw beginnen met autorijden. Dat is leuk, ja joh. Voor het eerst in zijn autootje. Ja, dat was wel spannend, hè? Ja. En dan terug naar... Is dat het hoogtepunt van je 20e jaren dan? Ja, mijn beginjaren waren niet zo fantastisch. Want? Nou ja, je wordt veel gepest vroeger. Dus, Beetje veel gepest? Ja. Waarom? Ja, daar is nooit een antwoord op. Nee, daar is nooit een antwoord op. Die vraag kun je stellen, maar daar krijg je nooit antwoord op. Maar dan hebben we het over de middelbare schooltijd? De middelbare schooltijd, ja. En hoe werd je dan gepest? Alles. Geen idee. Maar je droeg een bril toen al misschien? Nee, dat is pas in mijn 30e jaren gekomen. Was ik dik? Nee, ook niet. Hoe heet je? Maarten. Maarten, nou is ook ja, niet ik heb twee namen, Joost. Joost mag het weten, dus dat was niet zo'n slimme keuze op de middelbare school. Ja, maar is dat dan pesten? Of ja, is het gewoon een geintje uithalen met nee, iemand? Dat ging wel een stukje verder hoor. Zo. Ja? Dus dat zou ik niet overdoen. Nee. Maar autorijden, we beginnen weer met autorijden en dan op de motor en opnieuw je vrouw ontmoeten. Leuke dingen doen. Kijk, daar komen ze aan. Die denken ook, ja. Wat is hier nou weer aan de hand? Papa is ergens gaan zitten. Dat zijn ze. Hoi. Hoe was het? Ja, leuk. Ja? Ja. Wat ben jij nu aan het doen dan? Aan chillen. Wij zitten hier samen te chillen. Ja, wat wachten. Nee, ik snap dat wel. We zitten, ik bedoel, de tijd vliegt eigenlijk op deze manier, hè? Ja, lekker het zonnetje. Ja. Dat is het leuke van dit programma. Je ontmoet gewoon mensen zoals Maarten. Ja. Fijn. Dankjewel voor je tijd. Geen dank. En heb een fijne dag verder. Hey, slechts. Dag Maarten. Hoi. Hoi.